was heel bijzonder om hier vanochtend onze ochtendshow te mogen maken. En er is weer van alles gebeurd. Ja, en we hadden veel bezoek hier in Plankendaal vanochtend. Ja, Chris Peters en Patricia Seysses, dat is Peter in de meter van Kaimoek. En Raf van Brussel heeft een speciaal liedje gezongen tussen de wortelen en de andere groenten. En de dakklonk, dat is hier nu. De Kaimoek Ochtendshow. Kurt, die staat nu, als ik het goed begrijp, Kurt... Ja, er is inderdaad een heel belangrijk moment aangebroken, want we gaan de olifanten naar buiten laten. Dit is wel al spannend, Sven. Voilà, de eerste olifant gaat naar buiten en dat is een beetje zoals hij had voorspeld. Ah, en de tweede is Kaimoek. Voilà. Daar komt Kaimoek naar buiten. Ah, we zien ze. De tante. De tante van Kaimoek komt ook naar buiten. Weet je dat goed, het halfzusje? Halfzusje. En tenslotte... Pio, de mama. Kurt, ja. Een belangrijk moment is aangebroken, want iedereen die van ons een uitzending cadeau krijgt, die krijgt ook een cadeautje. En Vlaams minister-president Chris Peters en Patricia Seysses, dat zijn de Meter en Peter, die staan nu bij het cadeau. Op kanaal 39 kan je het ook allemaal bekijken. Ja, want jij noemt het nu wel cadeautje, maar het is best wel een groot cadeau, hè, mevrouw Seysses. Reusachtig. We gaan de spanning natuurlijk niet langer aanhouden. Ik ga gewoon naar die gigantische doos en ik tel tot drie en we gooien hem open en dan stap ik wel naar de Peter en de Meter om hen te laten zeggen wat ze zien. Ik sta bij de doos en daar gaan we. 3, 2, 1 en hoppakee. Hey, dag olifant. De grootste hype en het liefste zoogdier van het ganse land. Jouw volgen werd bijna een sport. In je vijf sterren olifantentempel kom je niets te kort. Zuid-India, in Plankendaal. En een geschenk van Erna met een mooi verhaal. Kaimoek verdient een ochtendshow. En die krijgt ze van Q-Music cadeau. Kaimoek verdient een ochtendshow. Met een echt cadeau, geen zus en zo. Kaimoek verdient een ochtendshow. Goed luisteren. Mevrouw Seysens als vieren meter. En ook Chris Peters staat bekend als diehard groente- en fruiteter. Ook zij zijn ontzettend fier, kijk maar. En dat is terecht, kijk om je heen, haar koninkrijk is hier. Dit is waar het om gaat. Andijviewortel, appel en tomaat. Kaimoek verdient een ochtendshow. En die krijgt ze van Q-Music cadeau. Kaimoek verdient een ochtendshow. Met een lekker cadeau, geen zus en zo. Kaimoek verdient een ochtendshow. En haar slurf die gaat van go, go, go. Kaimoek verdient een ochtendshow. Wow, 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 wow.